inderdaad, toen hebben we een keer met de Hurricanes een talentenjacht gewonnen op de Kaag. En de eerste prijs was een plaatopname bij Negram toen dat tijd. Maar we schreven helemaal niks. Nee, je kan ook geen liedje van een andere groep opnemen. En toen kwam Peter de Ronde met een, die kenden we ook van zijn beginperiode met de Golden Earrings. En toen zei Peter, nou, ik heb wel een paar liedjes. En toen hebben we dus op de plaat, aan de ene kant staat een liedje van Peter de Ronde. En de andere kant, geloof ik, een liedje van de Ivy League. Ja. Maar ook weer in het begin, we hebben toen bij Freddy Heijen in Rijswijk op de bank gezeten met twee gitaren. En wat liedjes voor hem gespeeld, om te kijken of hij ons kon helpen. Maar toen hadden we hetzelfde probleem, wij schreven toen nog niet zelf. En we wilden het gewoon gaan maken, maar dat blijkt toch een stuk moeilijker te zijn dan wij dachten. Of dan een heleboel mensen ook denken. En toen zei hij, ja, heel waar, zodra jullie liedjes zelf gaan schrijven, kom dan, neem ze op, kom terug of speel het voor mij op de bank. En dan praten we verder. Nou, daar hebben we wel enkele maanden over gedaan. En toen zijn we weer teruggegaan naar Freddy. En toen zegt hij, kijk, dat bedoel ik nou. En toen heeft hij ons in contact gebracht met Willem van Kooten bij Red Bullet en Jaap Ergermond, de vroegere drummer van de Golden Earring, die was toen producer bij Red Bullet. En met Jaap hebben we al onze platen opgenomen en alles is toen begonnen. En toen werden we uitgenodigd voor de Willem Duis Voor de Vuist Weg programma. Ja, een dag daarna kwam je bij de slager en die had je gezien, bij de bakker precies hetzelfde en noem maar op. Dus het was een geweldige promotie, veel sneller. Van het een kwam het ander. En toen kregen we aanbiedingen om filmmuziek te schrijven in Italië. Dat hebben we gedaan in 1973. We hebben een tournee met Demis Roussos gedaan door heel Italië als voorprogramma. En ja, toen kwam alles eigenlijk zo'n beetje. Oh, you kiss me with a smile. I thought you liked what's in the wild. Don't you me. En ik moet je heel eerlijk zeggen, de beginnende liedjes van ons was ook helemaal niks. Maar ze waren wel van ons. Maybe a lifetime love and sunshine. Even when we're 99, a lifetime full of love. Heaven knows where we will go, and I don't care. As long as I know that you're in love with me, and that's all that counts for me. On the other hand, do you understand? Everlasting love will also end, so don't ask me how long it'll be. Maybe a lifetime love and sunshine. Even when we're 99, a lifetime full of love. Baby. Op dit moment in deze huidige popwereld in Den Haag en omstreken, in Nederland, heel veel coverbandjes van alles en nog wat, maar weinig originaliteit.
En het leuke is dat wat een heleboel mensen niet weten, hier in Kijkduin, waar ik nu zit, in de Oostvoornelaan, daar woonde Rink. Dat is hier iets nog geen 100 meter vandaan. En daar zijn liedjes zoals Only Lies, Don't Turn Me Loose geschreven. Dat zijn eigenlijk Kijkduinse liedjes, om het maar op zijn Haags te zeggen. Rink woonde daar en we waren heel vaak bij hem thuis aan het oefenen, repeteren en ook aan het liedjes schrijven. En een heleboel van de Greenfield & Cook songs zijn eigenlijk ontstaan in Kijkduin. Toen ik met Greenfield & Cook ophield, toen wij ermee stopten en iets anders gingen doen, toen ben een management gestart en een van mijn artiesten was Houston, Julio Bernardo Houston, zanger uit Aruba, Nederlandse Antillen. En daar door Houston kwam ik in contact op een gegeven moment met Chile, want hij ging veel naar songfestivals. I've looked at clouds from both sides now, from up and down. And still somehow it's clouds, illusions I recall. I really don't know clouds at all. En ik was er nooit geweest en op een gegeven moment zegt hij, joh, we gaan naar Viña del Mar. Ik zeg, dat klinkt fantastisch, maar waar is dat? Hij zegt, in Chile, daar hebben ze een groot songfestival. Het belangrijkste in heel Zuid-Amerika. En daar ben ik uitgenodigd. Dus ik ben toen meegegaan voor de eerste keer in 1975. En toen deed hij mee aan het songfestival. We zijn weer gevraagd in 1976. Als gast. Toen deed hij een gastoptreden. En toen kreeg ik een beeldschone Chileense vertaalster. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. En dat was mijn Chilean girl. It's no use to run away from tomorrow and today. You have to face it. All your problems, all your pain, put them on the last train with a one-way ticket. Lights, close your eyes, listen to my song, listen to the words I wrote for you. Suddenly you'll find yourself together with the one who really loves you, Chilean girl, who really loves you, Chilean girl. Though you're far away from here, in my mind and heart you're near. I wanna touch you. And if you're sometimes insecure,
Lovely girl, you can be sure I'm always with you. Put out the lights, close your eyes, listen to my song. Listen to the words I wrote for you. Suddenly you'll find yourself together with the one who really loves you, giant girl. Who really loves you, giant girl. Voordat ik wegging, moet ik je nog even vertellen, heb ik zelfs meegedaan met een Nederlands liedje voor de voorronde van het Songfestival. Dat was in 1977, dat was het laatste wat ik deed, alleen. En dat was het liedje Pinocchio, dat kent niemand meer. En dat was, toen ben ik derde geworden geloof ik, en die Lester heeft toen gewonnen met de Malle Molen. 1977. Het is een eeuwigheid geleden, maar het blijft me altijd bij. Die logeerpartij in Ede, in een landhuis op de hei. En ik hoorde bij het haardvuur, voor het eerst een avontuur. Van Pinocchio. Van Pinocchio. Van Pinocchio. Toen hadden we zowel Joes en als ik hadden het eigenlijk wel een beetje gezien in Nederland. En we zijn weggegaan eerst naar Los Angeles. Daar zijn we terechtgekomen. En daar zijn hele leuke dingen gebeurd, maar ook een paar verschillende of niet zulke leuke dingen. We zijn echt een keer gekidnapt, meegenomen. En toen zijn we 6 maanden later zijn we afgezakt naar Zuid-Amerika. Naar Chili. Dat was ons eigenlijke doel ook. Maar we hadden het idee om een productiemaatschappijtje op te zetten. De producties die wij dus zouden gaan verzorgen met Chileense artiesten en misschien ook met anderen, zouden door Philips worden uitgebracht. En op een gegeven moment werd mij gevraagd om de promotie te gaan doen van 3 platenmaatschappijen. Dat was een baan vacant op dat moment. En dat was CBS, RCA en EMI. Die waren in Chili samen. Een groot probleem wat er in Chili was en wat wij in Nederland helemaal niet kenden. We hadden in Nederland heel veel muziekprogramma's. Ik denk, nou, wat er niet is, dat ga ik gewoon doen, want er is een gat in de markt. Ik heb gewoon een hitparade gemaakt, want die was er niet in Chili. Nee. En gewoon top op in mijn gedachten. Ik denk, dat ga ik in Chileens doen. En dat heb ik aangeboden aan de Nationale TV en die vond het een leuk idee. En toen heb ik mijn eigen show gehad, iedere week een uur met videoclips, Penny de Jager, een soort ballet met Chileense meisjes van een jaar of 16. Una melodía para recordar que esta vez serán 2. Hemos invitado a Peter Cook y a María. A lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad, a tu pasado soñador, a tu presente junto a mí. A la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, ese sol que vendrá y nos reflejará, esa flor que seremos tú y yo. Esta noche en exclusiva, un dúo, Gabriela y Peter Cook, acompañado del grupo Top 30, lugar número 19. I'm falling for you.
whatever it takes. Baby, I'll do it for you. 'Cause you're a one-man woman. You're a one-man woman. Oh, you're a one-man woman. But I'm a two-time on the phone said I'm waiting here. 'Cause I'm a one-man woman. Yes, you're a one-man woman. 'Cause I'm a one-man woman. But I'm a two. En ik had zelf ook een band in Chili. En als we dan geen videoclip hadden van het nummer in de ranking in de hitparade, dan maakte ik daar een coverversie van. En dan deed ik het zelf met mijn groep. En dus ik zat in mijn eigen show ook. Ieder programma zong ik ook één of twee liedjes. I woke up this morning, Lucille was not inside. Ask your friends about her, all I leave her tight. En toen ontstond het idee in samenwerking met de televisie, radio en de grootste krant van Chile, El Mercurio, om een serie interviews te gaan doen van bekende artiesten die in Chile bekend waren. Ook in andere landen, maar het ging dus eigenlijk om Chile. En dan was het idee bij thuis bij en dan kwam dan de artiest. Sommigen waren niet echt thuis, dat was het geval van Stevie Wonder. Daar heb ik wel gebruik van gemaakt, want hij had toen een optreden in Fréjus, in het zuiden van Frankrijk, bij Saint-Raphaël. En toen werd ik op een gegeven moment gebeld door een zus van me, een halfzus. Van mijn vaders kant was dat, Ragnhild, die woonde in Gouda. En die vertelde mij dat ze nog 2,5 maand te leven had. Dat greep mij toen zo aan. Ik zat toen op mijn balkon naar de
schitterende Andesgebergte, een besneeuwde gebergte op dat moment, te kijken. En ja, ik heb 35 jaar ongeveer niet meer gecomponeerd, niks meer geschreven. Wel af en toe gitaar gespeeld, niet veel, maar ja, dat haal je er nooit uit. Maar echt liedjes geschreven had ik niet meer. Maar dit kwam zo bij me binnen, dat ik heb dezelfde dag, heb ik voor mijn zus, voor Ragnhild, heb ik een liedje geschreven. En dat is When You Leave Me Behind. En heeft ze hem toen beluisterd en toen belde ze me, ze zegt ze vond het heel mooi en ze vroeg me, mag ik dat gebruiken? Ik zei, ja natuurlijk, liedjes voor jou. Ik heb het voor jou geschreven. En ze zegt, ik zou graag willen als het gedraaid werd op mijn crematie. When you leave me behind, you'll always be in my heart and my mind. Every single night, I will hold you tight, hold you tight in my dreams. All those lovely moments we shared, the love you gave me, your care, I will never forget all the sweet things you said to me all those years. Dat begon eigenlijk na een hele tijd weg geweest te zijn uit Nederland, kwam ik weer terug hier. En via Linda Bopin, de vrouw van Ron van Etten, kwam ik met hem in contact. En we hebben samen bij hem thuis hebben heel veel muziek gemaakt. En resultaat daarvan is een cd'tje wat we hebben opgenomen met z'n tweeën. Met vier liedjes. Twee liedjes van hemzelf en twee liedjes van Greenfield & Cook. Alles wat wij gedaan hebben, goed of slecht of wat dan ook, dat zou op die dubbel cd komen. Ja. Ik was er niet erg blij bij met nog wat andere nummers. Ook alle B-kantjes stonden erop. In totaal 49 liedjes. Ja. En waar ik wel blij mee was, ik heb weer zelf alleen nieuwe liedjes geschreven. Er waren er vier nieuwe. Ja. En toen heb ik gezegd, oké, ik ben er niet blij mee dat al die oude er ook op staan. En, maar dan zou ik het leuk vinden als ik vier bonus tracks kan krijgen en mijn nieuwe liedjes die ik dus nu geschreven heb. Ja. Toen hebben ze ze beoordeeld. Ze zeggen oké, maar het moet wel in de stijl van Greenfield & Cook zijn. En Louis erbij, de drummer, ja. Louis die speelde mee op die plaat, toch? Op alle platen. Op alle platen? Alle platen, alle 49 platen, behalve dan die we in Italië hebben opgenomen, ja. Want we hebben ook filmmuziek geschreven voor twee Italiaanse films en daar zat Louis dus niet bij. Dat was een Italiaans orkest. Geweldige muzikant. Ik heb nog nooit zo'n, ja, ik weet niet of ik dat goed uitdruk, strakke drummer. Ik weet niet of dat goed is, John, maar als die een ritme kreeg voorgeschreven, dan was die er niet uit te krijgen. Het was een echte machine. Ja. Geweldig en hij kon alles. Ja, ja. Ja, je zet hem maar een blad muziek voor zijn neus en hij speelde alles mee. In een later stadium ben ik in contact gekomen met Studio Mars, Marcel de Boer. En ik heb daar ook een aantal nummers opgenomen samen met hem en met Jenny. En die deden mee ook als achtergrondkoortje. En ik heb daar vier nieuwe liedjes opgenomen die later als bonus tracks kwamen op de dubbel CD uitgebracht door Universal Music in Nederland. I don't wanna know where you're going to. In whose arms you'll sleep tomorrow night. Maybe someday he'll be gone. I'm no longer on my own. But now I only share your love tonight. Share your love tonight. Share your love tonight. No one else beside you. Share your love tonight. Share your love tonight. It's a dream come true.
Share your love tonight. It'll set me free. Share your love tonight. Tonight it's only with me. Ja, ik vind het wel leuk om af en toe een leuk optreden te doen voor mensen van onze leeftijdsgroep waarschijnlijk. Ja. De jeugd van tegenwoordig zegt natuurlijk helemaal niets. Die waren toen nog niet eens geboren. Melody, it's still very close to me, that melody.